ik heb veel te veel werk. Ja. Het is wat raar in deze tijden waar iedereen om werk verlegen zit. Ik heb echt veel te veel werk en ik wil minder werk. Ja. En ik vind niet dat er psychiaters tekort zijn in de wereld. Ik vind dat de oplossing voor de wereld niet is dat iedereen dan maar psychiater moet worden, want we moeten toch ook nog eten op tafel krijgen en we moeten toch ook nog van alles maken. Hè. Dus iedereen psychiater lijkt mij niet de oplossing. De oplossing is minder psychiatrie. Ik heb dat hier geschreven. Hè. Wat is het probleem van onze maatschappij? Dat is dat wij dat gelukkig zijn, dat leuk doen, dat altijd vrolijk bezig zijn, zo ophemelen als de enige norm, dat er geen plaats is voor het verdriet. Dat het verdriet wordt weggemoffeld, dat is niet. Het wordt zelfs niet verdrukt, het is niet. Hè? Dat is de Facebookerige vind ik leukigheid. Ja. Allemaal leuke gezichten, allemaal leuke vakantieachtige feestelijke foto's waar iedereen lacht en doet. Hè. En het verdriet is niet. Er is alleen maar leuk. En het is nog erger. Hè. Dat leuke, dat doen we zelf. Dat is een opperste meritocratisch zijn. Het leuke is wat wij zelf doen. Daar zijn we verantwoordelijk voor. Ja, er bestaat niet meer zoiets als het noodlottige. Het is allemaal maakbaar. En het leuke is ook maakbaar. En het is zelfs te koop. Ja? Als je je niet leuk genoeg voelt, dan koopt je je een bongobon. En dan wordt het weer leuk. Ja? Dat is de bongobonisering van de samenleving. Ja? En het is zelfs niet leuk, het is heel leuk. Het wordt nog steeds erger. Ja, ik moest het niet zwaarwichtig maken, maar ik kan het niet laten. Het is niet genoeg dat het leuk is, want daar zou ik nog mee kunnen leven. Ja? Als er een patiënt bij mij komt en die zegt van, ik wil het graag leuk hebben, dan denk ik, ja, dat zal een boel anders zijn of zo. Maar dan denk ik, ja, een zekere tevredenheid in het bestaan, dat kan ik nog ergens normaal vinden. Maar zo gaat het niet. Men vindt dat het fantastisch moet zijn. Dit aardse leven als paradijs. Hoe is dat gekomen? Dat komt omdat, dat moet ik altijd mijn assistenten vertellen, mijn assistenten die natuurlijk jonge mensen zijn en de vroegere tijden minder gekend hebben, dan zeg ik, vroeger. Hij wordt oud, zeggen ze dan. Vroeger, dan was er een paradijs na de dood. Mensen stierven na hun leven dat soms niet altijd elke dag, heel de tijd, heel leuk was. Maar na de dood was er het paradijs en daar was het goed. Daar was het vredig, daar was het rustig en daar kon men zijn. Maar dat paradijs is verdwenen. Men weet niet goed waar het gebleven is, maar het is weg. En dus willen wij nu het paradijs. Wij willen nu hier in dit aardse leven elke dag het paradijs. Elke dag multiple orgasmen. Zeer vermoeiend. Het paradijs op aarde is een van de illusie van het paradijs op aarde is een van de redenen waarom dat we het verdriet niet willen. Waarom dat we dat uit ons bestaan hebben geband. Maar en dat is natuurlijk een lastige boodschap voor zo'n vrolijk publiek. Het verdriet is eigen aan dit leven. Ja, kijk, de psychiater moet dat zeggen. Hè? Het is onmogelijk om dit aardse leven te leiden zonder hier en daar een beetje verdriet tegen te komen. En dan heb je de chance gehad. Hè? Want sommige mensen komen toch nogal wat tegen van verschrikkelijk verdriet. Ja. Maar als je chance hebt, laten we nu maar aannemen dat jullie chance hebben, ook dan is er af en toe wat verdriet. Dit is onvermijdelijk. En toch vermijden we dat, doen we alsof dat verdriet er niet is, we lopen daarvan weg. Als er verdrietigheid is, dan laten we mensen zo daar maar wat. Hè? Want zelfs verdriet wordt verleukt. Hè? En wat gebeurt er dan?
dat verdriet, dat stapelt zich op, dat kan niet weg, dat blijft maar zitten, dat krijgt geen dialoog, dat krijgt geen woorden, dat verdriet psychiatriseert. En mensen komen bij mij met hun verdriet en ze zeggen, dokter, ik heb zo'n verdriet, mijn man is gestorven. En dan moet de psychiater zeggen, maar het is goed om verdrietig te zijn als uw man gestorven is. Het is veel erger om niet verdrietig te zijn als uw man gestorven is. Stel u voor, zeg. Je gaat toch, allez, als uw partner sterft, dan gaat die toch wel graag hebben dat jij wat verdrietig bent. Hoop ik. Zoals u weet is onze wereld verbrokkeld, uiteengevallen. Is onze wereld ziek in hyperindividualiteit. Ja? Onszelf ontplooien. Ons eigenste ikkigheid laten openbloeien. Lijkt de absolute, het absolute uiterste doel van dit leven. Ja? Succesvol uzelf kunnen ontplooien. En we geven dat ook zo aan onze kinderen. Hè? Zij moeten zich ontplooien. Zo fors ontplooien dat we ons tussen de plooien niet meer terugvinden. Ja? En dat wij succesvol of minder succesvol, maar in ieder geval eenzaam achterblijven. Zeg, oei, nu ben ik ontplooid. Waar zijn de anderen? Ja? Het individuele ontplooiingsmodel lijkt heel erg doorgeschoten. En we vergeten de ander. En in dat horizontale zingevingsidee zit juist de ander als een soort essentieel gegeven. Het is door uw verdriet, daar gaan we dan te delen met de ander, dat de zin verschijnt. Het is door het verdriet van de ander te beantwoorden dat er een verbinding verschijnt. En deze verbinding is zelfs niet de zin van het leven, is het leven. Ja? Het leven is het samen dingen doen. Wij zijn in de blik van de ander. Ja? En dat is een groot probleem, omdat we ook met ons verdriet niet naar de ander gaan en dat ons verdriet ook niet beantwoord wordt. Hè? Verdrietigheid, dat moet kort en bondig in orde gebracht worden en dan kunnen we weer verder, het is daar straks ook gezegd, met deze doordrammende wereld. Verdriet moet kort gehouden worden. Ja? En je moet daar niet te veel mensen mee lastigvallen. We kunnen daar even geduld mee hebben, maar dan gaan we weer voort met de ontplooiing natuurlijk. Ja? En het leven met, wat ik een mooi beeld vond, met een berg, dat is niet meer van de tijd. We willen alles vervlakken. Ja? Er is geen tijd en geen plaats voor verdriet. Vandaar dat het zich zo massaal aandient op mijn consultatie. Ja? Waar het praten over dat verdriet ook erg moeilijk is. Ja? We hebben geen woorden meer voor dat verdriet. Mensen zitten daar en zij zeggen van kijk, ik ben heel verdrietig. Ik wil daar zo snel mogelijk vanaf. En de maatschappij vraagt aan de psychiater, aan mij en aan mijn beroepsgenoten, om dat inderdaad snel en efficiënt in orde te brengen. Wij worden daar een beetje op afgerekend. De psychiaters die heel snel mensen kunnen beter maken, dat zijn de goede psychiaters. Ja? Efficiënt. De psychiaters die zeggen van, mevrouw, ja maar uw verdriet, dat is eigenlijk normaal, dat heeft zijn tijd nodig, dat gaat nog lang duren. Ja, maar daarvoor kom ik niet, hè, dokter. Ik wil daar wel vanaf. Ik moet wel gaan werken. Ik wil terug vrolijk zijn. Ik wil terug mij ontplooien. Ja, we zitten daar in die wereld die zich heel tegenstrijdig beweegt. Er is weinig plaats op verdriet. Nu, ik ben geen cultuurpessimist. Ik heb gezien hoe jonge mensen toch ook wel die nieuwe media mooi kunnen aanwenden. En ik heb gezien bij die dolksteek daar in Antwerpen, weet u nog, waar die jonge man werd neergestoken, hoe die jonge mensen dat bijzonder goed gedaan hebben en ook hun leefwereld en hun Facebook-achtige toestanden aangewend hebben
ten dienste van dat verdriet. Hè, en een Facebookpagina gemaakt hebben enzovoort. Dus ik ben niet tegen die nieuwe media op zich, maar ze moeten wel goed aangewend, ze moeten aangewend worden. Hè. Niet alleen voor leukigheid. Hè. Mensen zijn mens door ons verhaal zijn, omdat wij vertellen, omdat wij over ons vertellen. Ja? En verhalen maken is wat ons zijn maakt. En dat doen we natuurlijk met ons brein, hè? Dat is zeker dat. Niet met de galblaas, daar waren de Grieken een beetje verkeerd. Ja? Voor de rest zegden ze zeer wijze dingen. Ja? En dat verhaal is in het gedrang. Onze wereld, die dus geen plaats heeft voor verdriet, is ook een wereld waar het woord in de verdrukking komt, vind ik. Daar gaat dan de dystopische pessimist en zo. Kijk, ik wil toch graag hier en daar een probleem aanhalen. Excusez-moi. Maar ik vind dat we dus in een beeldcultuur terechtkomen waarin woorden in hun ADHD-ige snelheid in hun betekenis dreigen verloren te gaan. Wij worden vertwitterd tot korte quotes. Ja? Nu moet je weten, ik ben daar helemaal niet in thuis in al dat gedoe. En een neef van mij, die heel erg in de informatica thuis, die zei van, amai, je zit op Twitter. Ik zei, ik weet van niks. En inderdaad, hij heeft mij dat getoond op zijn computer. Ik twitter en ik heb 500 volgers of zo. Dus iemand doet dat. Het is ongelooflijk. Die woorden die gaan hun gang, dat twittert zo weg. Het is zeer merkwaardig. Dus alles vertwittert, alles ver-sms't. Hoe is het? Hoe is het? Is altijd de quote met de duim. Hoe is het? Het antwoord is altijd goed. Geen verdriet. Hoe is het? Niet goed. Dat krijg je geen antwoord. Dan zeg je zo, oei oei, naar de psychiater. Een pil en vlug voor de laatste bus. Ja? Hoe is altijd het antwoord, dat is heel kort en dat laat toe om dt-fouten te vermijden. Dat wel. Ja. Maar zegt niks. Hè. One-liners, onze cultuur van one-liners, heeft het natuurlijk wel moeilijk met verdriet, want verdriet laat zich niet reduceren tot one-liners. Het leven ook niet. Hè. Leukigheid wel. Leukigheid is one-linerig. Verdriet is complex. Verdriet heeft verhalen nodig. Verdriet heeft lagen nodig. Verdriet meandert van alles naar nog wat. Dus ik zeg, wij hebben verhalen nodig en onze maatschappij heeft nood aan verhalen en onze verhalen worden verdrukt door beelden. En nu zeg ik, we hebben stilte nodig. Wat is het nu? Ik spreek mijzelf graag tegen, omdat het leven ook tegensprekelijk is. Dus ik vind dat we verhalen nodig hebben en ik vind ook dat we stilte nodig hebben. Voilà. Omdat, het is ook niet zo tegensprekelijk als het lijkt, maar omdat stilte nodig is om verhalen en woorden plaats te geven. Omdat stilte belangrijk is om te luisteren. Omdat zonder stilte de woorden die er nog zouden zijn niet gehoord worden. En we leven in een zeer lawaaierige wereld, waar overal gebral en geruis en geouwe hoer en gezever en gelul. En bij vertalingen is dit een moeilijk moment. Allerlei moerassige brei van lawaaierigheid. Ja? Overal muzak. Overal lawaai. Overal is de stilte ingenomen door allerlei brei van geluid. En daarom horen we zelfs de woorden niet die er nog zouden zijn. En dat is ook geen toeval. Waarom wil onze maatschappij die stilte zo verhinderen? Omdat we wel zoiets zouden kunnen gaan nadenken. En bij dat nadenken zouden we wel eens een keer tegen onszelf kunnen aanlopen. En dan zouden we het misschien een beetje moeilijk kunnen hebben. En zeggen van, oei, waar ben ik toch mee bezig? Hè? Is het wel zo dat het moet verder gaan? Wat is mijn leven? Wij moeten leren zwijgen. Maar niet weglopen. Hè? Wij moeten natuurlijk leren zwijgen en er te zijn. Aanwezig zijn. Het leven zelf is wat Heidegger noemt mitzijn. Het is samen verdrietig zijn en daarover te spreken, maar daar ook over te zwijgen, dat eigenlijk
de essentie van het bestaan en de zin van het bestaan toont, denk ik. Hè. Zorgen. Hè. Hoe kunnen wij machteloos zijn? Ook nog zo één. Machteloosheid is in deze wereld van oplossingsgerichte efficiëntie iets dat compleet niet modieus is. Hè. Zeggen van, ik weet het niet, ik kan het niet, ik haal het niet. En er toch blijven, dat is die hoop, dat is dat bovenste vakje. Hè. Hoe kunnen wij bij verdriet blijven zonder te weten hoe het moet? Ik denk dat het daarop neer zal komen. Hè. Door te spreken en te vertellen en te luisteren en te zwijgen. Ja. Onmacht zonder cynisme. Wat Beckett zegt op het einde van Molly Malone, I can't go on. En dan laat hij zo'n stilte. I'll go on.